Goeiedag. Aan het begin van deze week was sprake van de eerste lokale nachtvorst. Temperaturen onder nul op waarneemhoogte. En tijdens die ochtend werd deze foto gemaakt in het zuidoosten van Brabant. De kreet koud, hè? Nou, en die is voor komend weekend ook van toepassing. Want we krijgen namelijk weer met een temperatuurdaling te maken. En voor het eerst dit najaar verschijnen er ook wat winterse speldenprikjes op de weerkaart. Dus deze tiendaagse is eigenlijk wel het perfecte moment om in wat meer detail naar die weerkaarten te gaan kijken. Wat voor temperatuurdaling krijgen we mee te maken en hoe serieus is die kans op winterse neerslag? Dan begin ik even met een wat groter plaatje van Europa. Normaal gesproken maak ik gebruik van het Amerikaanse of het Europees weermodel. Maar deze keer heb ik even voor een Duits weermodel gekozen, omdat daar ook wat winterse neerslag in naar voren komt. Maar daar komen we later op. Eerst nog eventjes naar het moment van nu, woensdagavond. Want we hebben namelijk eerst nog met wat wisselvalligheid te maken voordat we over die temperatuurdaling kunnen beginnen. Want boven het zuiden van Engeland en boven het kanaal is een lage drukgebied tot ontwikkeling gekomen. En vooral aan de zuidoostflank van dat lage drukgebied is een vrij goed ontwikkeld windveld aanwezig. En dat betekent dat we tijdens de nacht van woensdag op donderdag, maar ook donderdagochtend wel met vrij onstuimig herfstweer te maken krijgen. En we zien het ook al, behoorlijk wat regengebieden die om dat lage drukgebied heen krullen. Dus naast wind ook de nodige hoeveelheid hemelwater. Nou, hoe gaat zich dat in de aanloop naar het weekend verder ontwikkelen? Dat lage drukgebied trekt over onze omgeving, maar gaat vervolgens ook wel weer wat wegtrekken in noordwestelijke richting. En op het moment dat het weekend aanbreekt, zaterdagochtend, dan bevinden we ons een klein beetje in een soort niemandsland. Ten westen van ons, boven de Atlantische Oceaan, daar blijven die lage drukinvloeden vrij dominant. Terwijl boven Scandinavië juist een hoge drukgebied tot ontwikkeling is gekomen. En daaromheen komt een oostelijke stroming op gang. En dat betekent dat er over Rusland, de Baltische staten, Polen en Duitsland hele droge continentale lucht wordt aangevoerd die ook vrij koud van karakter is. Dus wij komen een beetje op het strijdtoneel terecht tussen die twee luchtsoorten. Nou, we zien het hier al op zaterdagochtend. Dat Duitse weermodel berekent op dat grensvlak dus wat winterse neerslag. Een smal bandje over het noordoosten van Nederland en een deel van Duitsland. En dat komt dus door die tegenwerking van die twee luchtsoorten. Die gaan ook een beetje over elkaar heen schuiven in deze modelberekening. En door dat overeenschuiven van die twee luchtsoorten, toch wat stijgende luchtbewegingen, condensatie en met die koude bovenlucht kan er dan wel wat winterse neerslag geproduceerd worden. Nou, daarbij wel de kanttekening dat er ook een aantal weermodellen zijn die niet of nauwelijks sneeuw berekenen, maar ook wel enkele modellen die het op wat grotere schaal berekenen. Dus deze zit daar net een beetje tussenin. Nou, we komen natuurlijk uit een vrij zachte periode. Dat betekent wel dat mocht het tot wat dwarrelende sneeuwvlokken komen, dat er veel bodemwarmte aanwezig is. Dus op het moment dat die sneeuwvlokken op de grond neerkomen, dat ze waarschijnlijk redelijk snel zullen wegsmelten. Nou, dat is dus wat er tijdens het weekend speelt. Die strijd tussen die twee luchtsoorten. Mogelijk wat sneeuwvlokjes die daarbij komen kijken. Het kan ook wel wat natte sneeuw zijn. Dat is nog wat onzeker. Hangt dus ook af van waar die grens precies komt te liggen. Nou, dan nog even een korte vooruitblik voor de periode na het weekend. Dan wordt die westelijke stroming wat dominanter. Is zachte lucht aan de winnende hand. En dan zal de temperatuur ook weer wat gaan oplopen. Dus die koude periode is echt weggelegd voor het weekend. En die koude lucht is vaak ook mooi te zien aan de temperatuur van de bovenlucht. Dat is een hele goede graadmeter voor wat voor luchtsoort we mee te maken krijgen. Ik heb hem nog eventjes bij de donderdag laten beginnen, omdat daar opvalt dat de kern van dat lage drukgebied ook behoorlijk zacht is. En hogere temperaturen betekent ook dat de atmosfeer meer vocht kan bevatten. En dat is ook de aanleiding waarom dit lage drukgebied toch behoorlijk wat regenwater kan produceren. Nou, dat nog even kort over de donderdag. Nu snel door naar het weekend. En dan zien we hoe die strijd tussen die twee luchtsoorten zich gaat afspelen. Die koude lucht die om dat hoge drukgebied heen vanuit het oosten komt. En aan de andere kant juist die zachte lucht
die vanuit het westen komt aanzetten. En dit is een animatie van het Amerikaanse weermodel. Die heeft die grens op een net iets andere locatie. Maar geeft wel aan dat we met die twee luchtsoorten en die tegenwerking daartussen te maken krijgen. Nou, na het weekend komt die zachte lucht vanuit het westen weer aan de winnende hand. Nou, dit is het plaatje van Europa. Dan nog even in wat meer detail naar Nederland voor het weekend. Vrijdagochtend komen we net uit die wisselvallige periode. Bevinden we ons nog in een relatief zachte luchtsoort. En in de loop van vrijdag dan komt die koude lucht vanuit het oosten al aanzetten. En we zien vooral in het noordoosten de temperatuur dalen. En zaterdag om 1 uur 's middags berekent dit weermodel, wederom het Duitse weermodel die we eerder ook zagen, zelfs al 0 graden in de buurt van Groningen. En dan hebben we het over het middaguur, normaal tijdstip waarop de zon toch wel aardig zijn best doet om de temperatuur omhoog te krijgen. Geeft wel aan dat die luchtsoort echt heel bepalend gaat zijn voor de temperatuur. Nou, dan ook dat grensvlak, die komt hier ook heel mooi in terug. Ongeveer boven het midden van het land. In het zuiden een temperatuur van 10 graden. Dus dat contrast is behoorlijk groot en is dus ook heel sterk afhankelijk van waar deze grens precies komt te liggen. Dus grote temperatuurverschillen ook mogelijk tijdens het weekend. Nou, na het weekend dan zien we de temperatuur geleidelijk weer oplopen. Ook zondag is nog behoorlijk koud, maar daarna komt vanuit het zuidwesten die zachte lucht weer dichterbij. En ook op maandag zal de temperatuur in het noorden geleidelijk weer gaan oplopen. Nou, dit is natuurlijk 1 modelberekening. Hoe serieus kunnen we die temperatuur nemen? Zijn er modelberekeningen die juist met wat zachtere lucht komen? Of kan het juist nog een fractie kouder worden? Daarvoor heb ik als laatste nog even de temperatuurpluim voor het noordoosten van het land meegenomen. En deze is van het Europees weermodel. En daar valt toch wel heel duidelijk op dat voor regio Noordoost tijdens het weekend toch wel behoorlijk lage temperaturen worden berekend. Dat er verschillende modelberekeningen ook vrij eensgezind zijn en zelfs zakken richting min 5 graden. Het zou betekenen dat het lokaal misschien zelfs wel tot matige vorst zou kunnen komen. Maar ook wel lichte vorst als de temperatuur tussen 0 en min 5 graden uitkomt. Nou, voor het midden en zuiden van het land is de onzekerheid in de temperatuurpluim een stuk groter. Lopen de lijnen veel verder uit elkaar. En dat is dus een teken van dat de verschillende modelberekeningen het nog niet helemaal eens zijn over waar dat grensvlak precies komt te liggen. Nou, na het weekend dan komt die zachtere lucht steeds dichterbij. Zal de temperatuur wat verder gaan oplopen. Maar wat in deze pluim ook wel opvalt, is dat de maximumtemperatuur niet of nauwelijks meer boven 10 graden uitkomt. Dus dat ook in de nieuwe week dat zachte weer nog niet helemaal uit de kaarten is verdwenen. En dat er dus ook wel een kans blijft dat koude lucht zich ook dan nog weer weet op te dringen. Nou, dan nog heel even samenvattend. Eerst dus nog wat wisselvalligheid. Tijdens het weekend een temperatuurdaling. Kleine kans op wat winterse neerslag. En daarna gaat de temperatuur geleidelijk weer omhoog.